What's up, J-Squad? En welkom bij een nieuwe video. Ik weet het. Ik ben hier vandaag weer met een microscoopvideo. Ik ga jullie niet blijven overvallen met deze video's. Maar er komen er zeker nog een aantal. En dan gaan we gewoon even weer een andere richting op. We zien wel waar dat we uitkomen. In ieder geval, ik heb vandaag echt superleuke dingen die dat ik echt een keer wil zien. Ik was daar juist in mijn tuin voor een beetje gras uit de grond te trekken. En toen kwam er ineens een worm mee naar boven. En ja, die leefde nog. En ik had zoiets van... Ik weet dat veel mensen dat onder de microscoop willen zien, maar ik had zoiets van, ik ga niet dat beest misbruiken voor mijn video. Dus ik heb die mooi terug in zijn zand gelegd en ik heb die gewoon verlaten. En nadien kwam ik boven in mijn kamer en ik zag ineens een dode vlieg op de grond liggen. Dus ik dacht, ah, karma is snel vandaag. Dus ik heb die dode vlieg gepakt en dat is ook een van de dingen die we vandaag onder de microscoop even gaan bekijken. Het eerste wat we vandaag gaan bekijken is volgens mij echt iets super vies. Namelijk een vieze, gebruikte spons. En mensen, deze ziet er echt super, super, super vies uit, zoals dat je wel kunt zien. Ik wil het niet weten ergens, maar ja, het moet. Ik wil jullie trouwens bedanken voor alle leuke, positieve reacties op de microscoopvideo's. Dat is heel fijn om te zien. Er is altijd een leuke aanmoediging om nog meer video's voor jullie te maken. En om meer shit en vuile dingen in mijn hand vast te houden. We zullen anders starten met de gele kant. Dat lijkt mij nog het minst vettige. Of ook niet. Dat is precies gewoon een stuk kaas. No joke. Ken je van die gatenkaas? Daar trek... Hé, maar hoe vettig is dat, jong? Hé? Wat is dat? Man, leeft dat of wat? Wat is dat? Dat vind ik vies. Ah, dat kan ik niet aanzien. Dat is gewoon degoutant, hè? Oké, we gaan gewoon verder, want dat is echt vetzakker, hè. Het is wel leuk dat je er zo op drukt. ja, dat zal gewoon een haar zijn dat er ergens in vast zit, zeker. Net gelijk hier, dat is ook een haar. Jongens, dat is zo groot. Eeuw, weer zo'n vettig stuk erop. Man, een spons is iets vies, hè. Jongen, maar dat is niet normaal voor vetzakkerij dat er allemaal op. Maar hoeveel keer dat ik nu al vetzakkerij heb gezegd, ik weet het niet. Misschien moet ik er ook t-shirt van laten maken. Oké, zijn we al klaar voor de bovenkant? Ik ken in ieder geval niet, vooral omdat ik diegene zijn dat dat vast heb, maar goed. We gaan in het hoekje beginnen. What the fuck is dat? Amai, deze is... te ranzig, hè? Maat! Echt waar? Ik vind dat gewoon vies dat ik deze toch gewoon nog vast heb. Echt, no joke, hè? Maar jongen, is dat een neet of... Ik kan toch niet, zie. Ah, ik vind deze echt heel ranzig. Maar echt heel ranzig. Wat is dat blauw? Wat is dat? Sorry hè, voor mijn raar gedrag, maar ik ben echt in shock. Voor de mensen die daar nieuw zijn, ik ben Jamila, ik doe 25 jaar. En ik maak elke dag video's 7 op de 7. Ondertussen ben ik aan het zien dat blauw stuk dat hier op dat wit stuk zit. Ik zou op god niet weten wat het is, jongen. Ah, hier is zo'n beetje kapot, hè. Dus ik kon dat zo wat nog meer kapot doen. En dan... daaronder houden. I don't wanna know. Maat, deze is echt te vies. Ik kan deze ook niet meer op mijn tong houden of zo. Hè. Ik wil dat nog in mijn neus steken, ze beet. Dat gaan we misschien nog juist doen, maar op mijn mond komt deze toch niet meer. Oké, okay, genoeg spons voor vandaag. Deze vond ik echt een hele vieze. Mijn hand stinkt ook helemaal naar spons. Je kent die geur waarschijnlijk allemaal wel. Oh, Mike, sorry, ik heb een traan nodig. Ik heb super weinig geslapen trouwens vandaag. Of van de nacht. Ik ben om 5 uur opgestaan. Omdat ik vandaag mijn theorie opnieuw moest gaan doen voor mijn herstelexamen. En ik ben geslaagd, dus ik mag terug rondrijden. Het tweede dat ik heb, is namelijk een vijg. Dus we hebben een vijg. Ik heb die al open gedaan. Die is totaal nog niet rijp, die vijg. Normaal moet hij rijp zijn. Maar ja, voor onder de microscoop touwen is dat niet echt nodig. Dus ik kon het er gewoon opzetten. Ik ben benieuwd. Amai, dat is ook geen plezier om er te zien. Je zit toch gewoon precies iemand zo'n amandelen aan het bekijken met van die witte pusjes op, zo wat geen keel ontsteken, hè? Ken je het? Jongens, echt. Ja, deze ziet er eigenlijk overal zo hetzelfde uit of zo. Gewoon allemaal van die witte bolletjes met van die roze pus ernaast. In realiteit is dat rode pus, maar omdat dat lampje schijnt, maakt het dat uiteraard wat lichter. Zeg, dat zijn precies twee tanden. Dit is echt vies. Voor de mensen die graag vijgen eten...
Het spijt me. Dan ben ik ook nog een beetje gras uit de tuin gaan halen. En dan wou ik er ook wel eens op zetten. Gras ziet er mooi uit. Ja, je ziet gewoon wat water en wat sap, hè, omdat het ook een beetje nattig was in een tuin. Maar dan niet om te zeggen dat het super vies is eigenlijk. Ik denk dat het tijd is om de vlieg te zien. Die heb ik hier. Dat is niet heel duidelijk. Maar dat gaan we direct heel duidelijk maken. Zet ik klaar? Ik ben super benieuwd. Oh my god, gastje. Wat is dat? Oh my. Recht op dat oog gewoon. Oh my, dat oog is echt te graaf. Ziet dat die poten ook en zo. Die haakjes op die poten en alles. Echt gewoon te cool deze. Eeuw, dat is precies een spinnenpoot. Oh my, die ziet... Waar heeft die meegemokt? Dat ziet er ook niet uit, hè? Oh, kijk, de vleugel. Wauw, zo mooi gedetailleerd. Maar oké, dat oog vind ik nog wel het graafste van al. Eeuw, die poot is precies in mijn hand blijven steken. Amai, maar ziet die ogen, jongen. Dat vind ik zo graaf, hè? Ja, dit was een leuke vlieg. Bye. Wat heb ik hier nog liggen? Een pot tabak. Mensen weten, deze is eigenlijk waar het er in sigaretten zit. Of ja, dat is eigenlijk in principe gewoon een sigaret. Hier ziet dat er dus gewoon zo uit. En wij gaan zien hoe dat er met de microscoop uitziet. Ben benieuwd. Maat, wat is dat? Kom maar, dat roken wij gewoon. Dat is echt degoutant. Gastje, dat zijn precies allemaal stukjes spek gewoon. Daar roken mensen, hè. Kunnen wij je dat inbeelden? Oké, dat is ook iets heel ranzig en vettig. Wat ik liever niet had gezien, aangezien dat ik zelf rook. En ik moet wel echt stoppen. Maar ja, zijn dat eerlijk, hetgeen waar het er van voorop staat, is ook niet alles, hè. Die tekeningetjes altijd. Oké, waar veel mensen ook hebben gevraagd, en nu durf ik dat ding eigenlijk niet meer in de buurt van mijn gezicht te houden, is om mijn binnenkant van mijn neus te doen. Ik zit ook een beetje met een snotvalling, dus ik denk dat we wel wat gaan zien. Oké, je ziet hier dus echt mijn neusharen. En hallo, iedereen heeft neusharen, hè, gastje, niet overdrijven. Het is niet gemakkelijk om er een goed beeld van te pakken, maar ik kan blijven proberen, hè. Het ziet ook wel een beetje rood van de ontstekingen of zo, denk ik. Zeg alsjeblieft. Ik vind het echt niet oké. Ik laat al gewoon in mijn neus zien. Wat voor YouTuber ben ik? Maar ik moet zeggen, qua snot valt het precies wel nog keigoed mee. Ik had erger verwacht. Ik heb hier dus mijn sleutel, mijn huissleutel. En ik heb hier ook een beertje. En laat ik het gewoon zeggen, deze beertje is niet in de originele kleurstaat. De originele kleur zit hieronder. Dus deze is de kleur dat je ziet. En dit is de kleur dat heel dat beertje eigenlijk was. Voordat het nog nooit in de was gestoken was. Dat ziet er echt ranzig uit. Ik ben kei benieuwd hoe dat eruit ziet. So, let's go. Oké, je ziet sowieso al een paar van die vuile stukjes erin zitten. Zie je de witheid dat je hier ziet? Zo wit moet dat zijn. Maar bij mij is dat ineens gewoon vettig. Zeg wat het er allemaal in zit. Ziet dat, hè? Dat zijn precies gewoon allemaal stenen dat erin zitten. Ja, dat moet echt wel in de was. En ik kan dat ook zo beet na de video direct doen. Want dat is wel heel vies. Ja, als je je afvraagt wat dat deze is, dat is het oog van het beertje. Dus... Maar allee, het ziet er echt wel vies uit, hè. Poepenholken ook even bekijken, hè. Oei, is dat een struntje daar? En dan als laatste, mensen, was er nog heel veel vraag naar mijn matras. Jamila, hoe ziet uw matras eruit? Wij gaan dat direct checken. En ik zal het hier van achter doen, hè. Dan kunnen jullie wat meezien. Ik heb mijn laken er ook al afgetrokken hier. Dat we gewoon echt recht en bloot op onze matras gaan. En go. Amai, er zit nu al veel vetzakkerij in. Maat, was dat? Maar ik zie dat niet goed met dat licht. Wat is dat? Maar jongen, waar het er allemaal in zit. Dat is een ding dat je gewoon niet met dat blote oog ziet. Je denkt echt dat het een propere matras is en dan zie je die shit ineens allemaal. Jongen, dat zit hier vol. Echt, ziet dat. Hier weer al. Maat. Dat is precies een gezicht. Dat is precies een vissenkop. Je moet zien, rechts hebben ze precies de vissenkop met een oog en dan zo'n misvormd lichaam. Maar je hebt mijn overtrek zit precies ook wel wat shit. Ziet dat, jongen. Oké, voornamelijk stofjes en zo, maar toch? Hier, wat is dat? Wat zit jij? Amai, je maar allemaal wist wat het zou zijn, hè? Oh my fucking god! Wat is dat?
Ja, deze is gewoon één brok stof dat allemaal bij elkaar is gekropt. Amai, mensen, sorry, maar ik kan dat echt niet langer aanzien. Ik moet hier niet slapen, weet je wel? Het eerste wat ik ze bied ga doen, is alles wat ik juist heb aangeraakt in de was steken. Ik ga mijn eigen even in de was steken. Ik ga mijn dekbed in de was steken. En gewoon zien dat ik vanavond in een chill bed kan slapen. En ik kan dat ook gewoon checken. Ik ga letterlijk vanavond voor ik ga slapen met een microscoop pakken. En heel dat bed afgaan, gewoon omdat ik... Nee, dat is echt heel vies, waar het er allemaal in zit. Maar goed, ik hoop dat jullie deze weer een leuke microscoopvideo vonden. Zo ja, vergeet dan zeker niet te abonneren na de video. Op het cirkeltje klikken, ook het belletje daarnaast, zodat je altijd opnieuw een melding krijgt wanneer ik een video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Doei!